Vandaag leer je hoe je de conclusiefase kunt voorbereiden en uitvoeren. De conclusiefase is dé kans om de jury nogmaals te overtuigen. Dat doe je door jouw argumenten nogmaals te noemen en te vertellen waarom jouw argumenten zo belangrijk zijn, maar ook om te vertellen waarom de argumenten van de tegenstander eigenlijk niet kloppen of lang niet zo goed zijn als die van jou. Beste jury, maar natuurlijk kost het geld. Maar als ze hier echt wonen, werken ze en betalen ze belasting. Zo kunnen we het geld terugverdienen. In het debat heb je de 3 argumenten van het betoog goed uitgelegd en heb je gereageerd op de tegenstander. Na het debat overleg je met je team. Wat waren nou heel goede argumenten? Welke heb je bewezen? En welke argumenten van de tegenstander waren niet zo goed? Of heb je bewezen dat ze niet waar zijn? Bespreek dat met je team en dat doe je in 2 minuten. Heeft iedereen een argument? Ja, ik ga deze zeggen. Na deze voorbereidingstijd van 2 minuten ga je weer zitten. De voorzitter geeft nu de beurt aan de tegenstanders. De eerste tegenstander gaat staan en vertelt waarom zij denken dat ze het debat gewonnen hebben. 1 voor 1 gaat elke tegenstander staan en vertelt zijn zin. Dan volgt er applaus. Dan zijn de voorstanders aan de beurt. Ook zij vertellen allemaal in 1 zin waarom zij denken dat zij het debat gewonnen hebben. En ook zij krijgen daarna applaus. Noteer in het volgende debat waar jullie het over hebben gehad. Dat kun je gebruiken voor je conclusiezinnen. Nu ben je bijna klaar voor het toernooi. De volgende keer besteed ik aandacht aan hoe je kunt wennen om voor een groter publiek te spreken. Ik geef je allemaal tips zodat je heel goed voorbereid naar het toernooi komt, want dat komt er al aan. Tot de volgende keer!